Lange bal richting Grimberg maar weer. Links kan Suzanne, daar gaat de bal ook naartoe. Wie is voor het doel? Veldrop meldt zich. Kogelman staat achter. Die verkijkt zich op die bal. Veldrop, Berestein en daar is het... Oh, de lat! Wat een knal zeg! Van Linette Berestein. Van de Veen dribbelt in. Veldrop, rechts alle ruimte. Heemskerk heeft dat gezien. Maar onmiddellijk zit er dan weer een speelster van Zwolle bovenop. Met die Schepers. Die de bal verliest aan Berestein. En die kan natuurlijk dribbelen. Berestein, Nijman probeert te achterhalen. Lukt niet meer. Berestein is er door. Dan is het 2-0 voor ADO Den Haag vrouwen. Wat een goede actie zeg van Linette Berestein. Razendsnel steekt ze door de verdediging van PEC Zwolle vrouwen. En dan is het 0-2. In de 44ste minuut brengt ADO Den Haag de stand op 0-2. Doelpunt maakt met nummer 7 Linette Berestein. Iemand was vandaag weer razendsnel. Ja, dat klopt. Ja. Ja, wat zou ik daarop moeten antwoorden? Ja. Gewoon waar ik goed in ben en snelheid zit in me. Ja. Wat deed je precies bij jouw doelpunt? Ik zag de ruimte achterin. Dus ik dacht, ik ga een solo maken. En zie je wel waar het eindigt. En het pakt goed uit. Dus. Het is al een keer 0-8 geworden voor jullie tegen Zwolle. Nu net niet. Wat zeg je dat? Maakt het nog uit? Nee, 0-7, dat is toch ook een mooie score. 0-8 natuurlijk wat mooier, maar dat is het probleem niet. We hebben de 3 punten en dat is het belangrijkste.